ga naar een evenement waar 30.000 man op afkomt, als ik in de vorige volgorde had gezegd. Jij wel, dames en heren, het is vandaag officieel de dag van de koning. Het is Koningsdag. Dus we gaan vandaag een super drukke dag maken. En waarschijnlijk wel een super leuke dag. Ik heb, zoals jullie in de vorige vlog konden zien, al de vlag opgehangen. Kijk eens aan, die hangt ook al mooi. Het is mooi weer buiten, dus het zou echt een fantastische dag kunnen worden natuurlijk. We gaan zo naar Zwolle. En dan gaan we gewoon een bijzondere dag tegemoet, denk ik. We gaan naar een evenement waar 30.000 man op afkomt, als ik in de vorige vlog had gezegd. En het is zeg maar zo dat hier heb je heel veel hartstel. Het is dus Kingdance waar we naartoe gaan. Maar goed, weet je, dat gaan we allemaal zien. Ik zou zeggen, doe dat in ieder geval blauw duimpje omhoog als je een beetje zin hebt in deze hele speciale Koningsdag vlog ofzo. Ja, dan gaan we zo even naar Zwolle toe. En voor de rest, weet je, er komen gewoon diverse artiesten. En het is natuurlijk ook gewoon een show eromheen. Dat heel groot podium met vuurwerk en lichtshows vanavond. Dus ik denk dat dat voor de vlogs wel wat leuks belooft. En dat is ook alweer een machtig gezicht als je al die vlaggen en zo weer ziet. Kijk naar buiten, je ziet overal weer van die rood en blauw vlag. Dat is toch echt wel een machtig gezicht. Ja, nou en speciaal voor Koningsdag heb ik natuurlijk ook nog een hele speciale bril. Ik bedoel, het zonnetje schijnt natuurlijk. Dus dan doen we lekker een brilletje op. Deze heb ik gekregen, of ik deze wilde aandoen. Sure, en dit is nog even afwachten of ik dit ga doen. Ik heb namelijk afgesproken met een vriendin van mij die zegt van, weet je, als jij het doet, dan doe ik het ook. En dan doe ik gewoon lekker mijn pet op, joh. Kan ook prima. Het gaat toch gebeuren hoor. Doe een klein stukje oranje. Ziet heel snel uit zo. Ja, het ziet er raar uit, hè. Hey. Moet het plafond hier? Nou, prima zo. Ziet er niet uit, hè. Het ruikt even spul, joh. Het ruikt heel raar, joh. Zo, dat is raar. Hij vindt prima zo. A few moments later. Man, dat wil volgens mij best wel kloppen als je zo kijkt. Het moment is daar. Langzaam maar zeker verovert ze de hitlijsten. En vandaag is ze hier. Dames en heren. Emma Heesters. De enige echte Tijgers van Sterk.
overdag. Wat gaf je? Echt een dikke kippenhok zo joh. Iedereen gaat naar huis. Oh mijn god. Zo dames en heren. Wat een avond was dit. Holy shit. Wat een avond was dit. Zo dames en heren. Ja, ik ben volgens mij echt knetter verbrand joh. Niet normaal. Ik heb nog een beetje oranje spul in mijn haar zitten. Maar het was echt een, ja, gewoon een avond weer. Om het uiteraard niet te vergeten. Jullie hebben natuurlijk alle beelden kunnen zien in de vlog. Ik ben echt helemaal kapot joh. Ik moet ook zeggen, normaal gesproken dan wil ik heel graag even gaan editen, maar dat editen, dat gaat me gewoon niet lukken nou. Ik ben gewoon echt, als ik nu ga editen, dan ga ik niet redden. Morgen ga ik namelijk ook weer op pad, want mijn nichtje is natuurlijk jarig. Ik ga even lekker douchen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, ik kom gewoon niet meer aan boord, ik ben echt kapot. Ik heb maar een paar biertjes op en een wijntje, voor de rest niet zoveel dus. Hoe dan ook, hoop ik heb je genoten van deze vlog. Giet in je blauw duimpje omhoog doen. Ik ga lekker naar bed, ik ben echt kapot. Tot de volgende vlog. Hopelijk hebben jullie genoten van Koningsdag. Ik hoop dat jullie ook echt een fantastische Koningsdag hebben gehad. Dus bedankt voor het kijken nogmaals. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven. En dan check ik jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Hier op Mitty. En het is er gewoon weer om 5 uur. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. En dan zeg ik, zoals altijd. En ook vandaag. Peace. En dan sluiten we af met de rode blauwe vlag. Ja,